Goedemorgen, dames. Bende. Zoals je kan zien is het motorblok erg smerig. Ik doe wat fout, zie ik al. Nou ja, doe wel even zo. Ja, schoonmaken. Hoort er soms ook bij. En hoe doen we dat? Een bak met benzine erbij. Oude benzine, afgewerkte benzine. En dan gewoon met kwastje eroverheen. En dan gaan we kijken wat we allemaal tegenkomen aan ellende en bende. Ik heb al een nieuwe O-ring in de oliefilter gedaan. En dan maak ik hem gewoon schoon. Eigenlijk moet dit motorblok een keer helemaal gedaan worden, maar dan lopen de kosten heel ver op. Maar we gaan deze koppelingsdeksel gaan we eraf halen. Want een van de keringen lekt, dat is nog wel redelijk snel en goed te doen. Dan blijven de kosten ook nog wel beperkt. Gewoon oude benzine, oude benzine. En dat, oh, dat valt mee daarboven, dus daarboven is het wel goed te doen. Ik denk dat de O-ring van de inspectiedop een van de problemen is. Alleen het stinkt altijd zo naar benzine, joh. Het loopt op de grond. Hierachter is het ook nog redelijk schoon. Dat is wel grappig. Stinkbende. Af en toe even de boel schoonmaken. En we zijn er nog niet met deze machine. En nu staan jullie in de weg. Nou, kom maar even deze kant staan dan. Oeps, sorry. Zo. Ik even de motorfiets omhoog krikken. Wat je doet is oude benzine nemen en het motorblok gewoon afborstelen. Zet er een bak onder. En ja, denk eraan, moeders is niet echt vrolijk thuis, want het stinkt gewoon. Maar kijk, dit motorblok zal voorlopig nog wel even lekker rijden. Dat is het probleem niet. Alleen, hij zal een keertje nagelopen moeten worden helemaal. Maar dan lopen de kosten heel erg op. En ik weet dat deze man gewoon lekker doorrijdt. En vooral veel rijdt. En dat is ook precies wat je het beste kan doen. Alleen, schoonmaken is niet zijn dingetje. En dat mag ik doen. Nou, bij deze. Zo. Straks ga ik nog even een x-aantal boutjes van de voordeksel gewoon met de hand aandraaien. En deze deksel, die ga ik eraf halen. Zet even een nieuw keringetje in.
En dan maken we dat toch nog even iets netter. Want ik denk dat dit keringetje een van de boosdoeners is. En dan pakken we gelijk... Ja, er zit wel een pakking. Pakken we gelijk die pakking even erbij. Maar je ziet het. Benzine loopt eruit. Benzine ligt op de grond. Dus nu moet ik eerst even opruimen. Maar voordat ik dat doe, pakken we even de remreiniger. Denk eraan, geen open vuur en ventilatie graag. Zo. Nou, met ventilatie bedoel ik mee dat de deur gewoon open staat naar buiten toe. En dan laat hem uitlekken en drogen. Nou, dat knapt dan een heel stuk op, hè. Van iets simpels. En dan heb je nog de radiateur hier al. Nou, weet je wat? Ik zal een klein geheimpje vertellen. Even kijken of dat lukt. Je kan met een radiateur niet heel veel doen dan alleen inspecteren en de rotzooi wegborstelen. En dan heb je al heel veel onderhoud gedaan. Maar, klein trucje, dan ziet het er weer netjes uit. Even kijken, dan moet ik even wat pakken. Een momentje. Even kijken. Zo, dat is een heel klein trucje. Ja, dat weet ik ook wel. Er is Hobby Bob, maar hij is niet helemaal waar hoor. Want die lamellen, die krijgen eigenlijk al een zooi voor een kiezen. Water, stof, bende, erosie, zout. En door er een klein beetje zwart op te spuiten, het is niet veel, oogt het weer als nieuw. Bij wijze van spreken. Maar het is niet waar. Dat ben ik met je eens. Van twee kanten graag afspuiten. En ik wil zeggen, wat een lulverhaal. Ja, ben het met je eens. Ik denk er het mijne van. Dat kleine beetje verf wat je erop spuit is hetzelfde als een beetje autolak wat je op de auto smeert om hem te beschermen tegen de zon. Zo. Ja. Ik vind het allemaal goed dat jullie denken wat het is. Maar ik heb hier wel plezier aan. En ik weet dat ik deze radiateur een klein beetje beschermd heb tegen de elementen. Het is niet veel, ik ben het met je eens. Het is ook meer voor het oog. Maar het doet het wel. Als ik straks de motorfiets weer afgemonteerd heb, het is mooi zwart, het is schoon. Het ziet er gewoon beter uit. En misschien is dat al genoeg redenen om dat te doen. Het ziet er gewoon schoon uit. Nou, we toch kloten zijn met benzine. Voor mij staan jullie gewoon te laag. Kom eens even dichterbij. Oh, jongens, wat een gelul. Kijk, ja, er zijn mensen die zijn gek op een motorfiets. En rijden. En voeren geen flikker uit. Nou, hier heb ik er eentje dus. En gewoon met de kwast. Gewoon met benzine eroverheen. De meeste onderdelen kunnen er prima tegen. En zeker, al weet je wat, we beginnen gewoon hierboven al. Die carburateurs die haal ik er denk ik ook nog wel even uit. Omdat ik weet dat deze man
naar de Noordkaap gaat rijden. Dan ga ik die carburateurs even schoonmaken. En als hier nou benzine tussen blijft zitten, tussen dat stelboutje, is niet heel erg, hè. Want daar zit een O-ring. En die O-ring, ik gebruik al een langere tijd een iets dikkere en zachtere O-ring. Maar als je de originele O-ring hebt, dan droogt die toch uit op de een of andere vage manier. En juist de benzine die erbij komt, trekt in die O-ring. En dan gaat die O-ring ietsjes uitzetten. Ha, dat is wel wenselijk. En we gaan even kijken of ik nog O-ringen heb voor die inspectiedoppen. Dat we die ook even meepakken. Ja, het is, ik moet zo wel de rotsen opruimen. En de doeken die ik overhoud aan troep, zeg maar, die flikker ik naar buiten. Laat ik buiten lekker uitdampen. Ik laat dit nu bewust zien. Dit is dus een manier om je motorfiets schoon te maken. Simpel, eenvoudig, drekzooi verwijderen zonder de hoge drukreiniger. En met de hoge drukreiniger maak je soms nog meer kapot dan dat je lief is. Want je spuit overal water in en uit en tussen. En benzine daarentegen is vettig, maakt olie en vet los, smeert de boel beperkt, ja, weet ik ook wel. Maar het water is er voorlopig eventjes bij weg. En even eraan werken. En dan gauw straks met een doek de benzine. Benzine opruimen op de grond. En denk eraan, je bent niet met één keer klaar, hè. Je gooit er nu een laag benzine overheen, als het ware. Dan zo direct gaat de fles remreiniger er nog overheen. En dan spuit ik hem nog even af met, of later, gaan we gewoon nog even met de borstelen water. En nog wat Dusty. En die oude benzine bewaar ik gewoon weer voor de volgende keer. Zo. De kadamrubber kan wel tegen wat benzine. Maar als je het 24 uur in laat liggen, is die twee keer zo groot, hoor. Dat wel. Hou daar wel rekening mee. Nou. Ik denk dat we het ergste wel hebben gehad. Gelieve niet de motorfiets te starten. Als ik nu start, dan is het grote foutenboel hier. Even kijken. Dat is al één buspuit remmerreiniger weg. Jarenlang rotzooi opgebouwd, komt er nu vanaf. Vieze bende. Zo, nou, dank voor het kijken, want ik ga nu even de troep opruimen hier in de schuur, want kijk, het is gewoon bende en ellende en het ligt op de grond, dan loop ik het overal weer doorheen. Dat is gewoon een nadeel, hou er rekening mee, dus ik pak nu even een paar doeken om het schoon te maken. En mijn tafel
staat altijd schuin, dus aan het eind ligt het op de grond. Dat is niet zo'n drama, want ik veeg het zo op en die doeken vlooi ik weg. Dus we hebben hier weer wat bereikt. Het oogt gelijk een stuk beter. Oh, wat is die weer een slecht filmpje. Maar ondertussen hebben wij de remleidingen los liggen. Die gaan straks op worden vervangen door staalflex. Voorpoot zit erin, nieuwe baloplagen zit erin. Een ander stuur zit erop. Dan moet ik ook nog nalopen, want sommige dingen werkten weer niet. Dat is gebruikelijk. Remschijven zijn schoongemaakt. Lagen zijn gecontroleerd. Ik kon er niks aan ontdekken. Dus die zijn niet vervangen, niet nodig. En aan die zijde, je ziet het, het oliefiltertje is weer schoon, zoals het hoort. Dus we gaan hier weer mee verder met sleutelen. Ik ga het eerst de troep opruimen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer weer. Hoi hoi.